Coming World, Remember Me van Jan Moejaert en Koen van Mechelen wordt de artistieke blik van er van 100 jaar grote oorlog. Het duo wil 600.000 beelden exposeren in het provinciaal domein de Palingbeek als onderdeel van een landscape-installatie. Ik ga een gigantisch groot beeld ontwerpen van een oerei dat opengebroken is, waarin dat, wanneer je daarvoor staat, dat je zelf kunt spiegelen. En dat ei staat mee symbool voor de 600.000 beeldjes die er gaan gecreëerd worden door de mensen zelf. Vanaf 4 augustus 2014, dag op dag 100 jaar na de Duitse inval in België, start het In Flanders Fields Museum met de ontsluiting van de namen van de 600.000 mensen die tijdens Wereldoorlog 1 op Belgische bodem omkwamen. Dat inspireerde Jan Moejaert en Koen van Mechelen voor hun project. De naam van ieder slachtoffer en van de maker van het beeldje worden op het kunstwerk vermeld. Het eindresultaat is één groot verhaal over de generaties heen. We willen met zoveel mogelijk jonge mensen internationaal nadenken over hoe wij onze maatschappij inrichten en hoe wij met elkaar samenleven. En naast dat reflecteren, of uiteindelijk uit dat reflecteren, willen we zoveel mogelijk mensen verbinden rond het thema van oorlog en vrede, maar ook rond hoe we als maatschappij in de toekomst ons moeten organiseren om zaken die in het verleden gebeurd zijn, niet meer tegen te komen. De historische site Bommenvrij in Nieuwpoort is een van de ateliers waar straks de kleibeeldjes worden gemaakt. Er komen ook mobiele ateliers. Het gaat om het engagement van één grote groep met respect voor het leven. Als je naar de titel terugkijkt, dat we zeggen Coming World, Remember Me, dat heeft eigenlijk twee hoopgevende gedachten die bij elkaar kunnen gevoegd worden. Omdat de coming world is de hoop natuurlijk dat we niet vergeten zijn wat dat er gebeurd is. Hè. En in het project wat ik altijd aan het maken ben, dat Cosmopolitan Chicken Project, heb je die gedachte. Omdat je kunt alleen maar bestaan doordat de anderen er geweest zijn. Dus in die zin heeft Jan mij aangezocht om hier aan dit project mee te participeren. De slachtoffers van de Grote Oorlog komen uit 50 verschillende staten. De grootste uitdaging is om iedereen zover te krijgen om actief mee te werken aan de workshops, om uit kleibeeldjes te maken. Het proces is even belangrijk en daarin streven we uiteraard naar het herdenken, naar het herinneren van de Grote Oorlog, maar ook naar het helpen om situaties die heden ten dagen nog altijd, we hebben niet veel geleerd, de oorlog is des mensen en van alle tijden. Dus ook op dit moment zijn er ergens mensen die slachtoffer zijn, ongewild, onschuldig slachtoffer zijn van oorlogssituaties. Het gaat voor ons, denk ik, erom dat wij mensen mentaal iets kunnen meegeven en dat we met die commentaar die we geven op wat er in de maatschappij aan het gebeuren is, dat we daarmee een nieuwe stelling kunnen formuleren voor een nieuwe generatie. De Land Art installatie met de 600.000 beelden is vanaf 2018 tentoongesteld op een 3 hectare grote site in het provinciaal domein de Palingbeek.